Hallo, welkom bij een Pokémon ruilkaarten video. Ik ga deze heel stiekem doen, want mijn zoontje is er vandaag niet. Hij zit nu op school, terwijl ik dit opneem. En normaal neem ik het altijd met hem op. Daarom zie je hier ook geen Japanse kaarten bij zitten, want die vindt hij ook heel erg leuk. Dit vindt hij ook leuk, maar die Japanse kaarten zijn bijzonder. Daar heb ik er niet super veel meer van. Die zijn bijna op natuurlijk. Dus ik doe gewoon even deze twee pakjes, want ik wil toch nog wat extra's opnemen vandaag. Dus ik doe het even stiekem zonder hem. Het zijn twee keer breakthrough. We gaan deze eerste openmaken. Je kan denken misschien, waarom zie ik daar twee Lego minifigures in beeld? Nou, ik hoop dat ze me geluk brengen. Harlequin en de Joker, die horen natuurlijk bij mijn Lego minifigures unpacking serie. Dus als je die wil zien, kan je dat gaan kijken. Ik hoop dat ze me een beetje geluk brengen vandaag. En dat ik er wat cools uithaal. Daar is de kaart. Hier zijn de kaarten. En we gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Omkeren. Nou ja, we gaan gewoon beginnen. Rufflet. Dat is 1. Is het te zien? Ja, het is te zien. Woobat. Chespin. Starly. Dat is nummer 4. Nou, nummer 5. Goldeen. Dit wordt dan de eerste uncommon. De professor's letter. Een trainerkaart. Zoals ik al zeg, trainerkaarten zijn heel belangrijk. Staravia. Frogadier. Die is heel cool, want daar heb je een Greninja. Kan je daarmee maken uiteindelijk natuurlijk. En de laatste twee. Is het wat bijzonders? Braviary. Braviary, dat is een aparte naam. Staravia, Bravaria, zo wat ik echt. Rufflet, waar is Rufflet? Had ik niet een Rufflet hier? Ja, kijk hier. Deze zullen we bekijken. Oké, Braviary. Nou ja, weet je wat? Zeg gewoon even lekker in de comments hoe ik deze uitspreek. Braviary. Braviary. Ja, zoiets. We zetten jou even bij jou. Evolution eronder. Ja, tenminste je evolution. Degene waar je in verandert. Dit hoort bij die. Zo, de laatste. Nou, dat ging niet helemaal lekker. Maar, oh, kijk. Een Fennekin. Reverse holo. Niet super bijzonder. Joker, Harlequin. Jullie hebben niet heel goed je best gedaan nog. Ik heb wat meer geluk nodig. Nou, het is ook natuurlijk wel zo dat ik de laatste tijd wel heel erg veel geluk heb gehad met mijn andere pakjes. En daar heb ik gewoon legendaries, ultra rares, ultra secret rares, full art, weet ik veel wat het allemaal was. 1, 2, 3, 4, 5. Als je wil weten wat het was, er waren allemaal EX'en kwamen er voorbij vliegen. Ik had heel veel pakjes opengemaakt in één keer. Er kwamen EX'en erbij, er kwamen full art, secret rares en dat soort dingen voorbij. Het was een hele coole sessie, dus eigenlijk alles wat ik nu doe valt een beetje tegen vergeleken met die video. Wil je weten welke het is? Nee, ga maar even zoeken tussen al mijn video's en ga maar even kijken. Misschien kom je leuke tegen. 1. We gaan hier beginnen. Elgium. Pansage. Piplup. Magnemite. Noibat. Volgens mij gaan we nu bij de uncommons komen. Een Heavy Ball. Heavy Ball is cool. Je kan je deck doorzoeken voor een Pokémon met een retreat van 3 of meer. Dus dat zijn bij een retreat betekent hoeveel het kost, hoeveel energy het kost om je kaart terug te mogen nemen. En 3, dat is best wel veel, want de meeste hebben maar 2 kosten. En 3 betekent dat je dus een hele sterke Pokémon mag kiezen. Nou ja, meestal is het dan een sterkere Pokémon. En soms heb je gewoon pech. Dan heb je een hele zwakke Pokémon die 3 kost en dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan. Snorlax. Deze, nou ja, we hebben natuurlijk een Snorlax al. Want weet je waar die in zat? Die zat natuurlijk in mijn Snorlax GX box. Yep, die heb ik ook, mijn Snorlax GX box. Dat was een Snorlax, dat is niet deze natuurlijk. Maar daar heb ik er wel al een van. Dit is trouwens wel, even kijken. Kijk. Het is nog gewoon een uncommon. Nou ja, Stunfisk. Hebben we hier Snorlax uncommon. En dit zijn de laatste twee. Ik weet niet, voelen ze bijzonder aan? Nou, niet echt super eigenlijk. Dodrio. Maar ja, ik heb geen Doduo. Ja, misschien wel in mijn andere kaarten, maar niet hier tussen zitten. Oh,
Nou, alsof ze het wisten. Een dood duo. Ja, oké, okay, die vond ik wel grappig. Een common dood duo. Ja, ik weet niet of ze erbij nadenken als ze die pakjes in elkaar zetten. Ik vind hem leuk. We hebben een dood duo en een dood trio in één pakje. En dan kan ik hem leuk evolven. Dat was eigenlijk bij deze ook al zo, hè? Bij Rufflet en degene waarvan ik de naam niet uit ga spreken, omdat ik er niks van bak. Maar deze twee, Braviary. Weet je wat we noemen een Braviary? Dat klinkt ook gewoon goed. Daar kan je abonneren op mij. Daar kan je abonneren op mijn vrouw. Daar zie je twee leuke playlists. Of misschien het abonnementsding van mijn zoontje. Tot de volgende keer voor nog meer van deze kaarten. Want er komen er nog veel meer aan.